In de bibliotheek van de Tweede Kamer zijn onlangs enkele topstukken ontdekt. Dit gebeurde bij een inventarisatie van de historische boeken van de Kamer. We zijn in de Handelingenkamer en het staat hier vol met alle handelingen van de Tweede Kamer van 1815 tot vandaag de dag. En die vormen hier de onderste rijen van deze prachtige bibliotheek. Hierboven staat een deel van onze geschiedenis van voor 1815. Het landsbestuur, financiële overzichten, extracten van de Staten-Generaal. Die staan allemaal op de derde en vierde verdieping. Niet zo goed zichtbaar voor het publiek, maar ze vertellen wel heel veel over onze eigen politieke geschiedenis. Donderdag 31 mei presenteerde Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep de eerste resultaten van het onderzoek. De boeken tot 1830. Het werd duidelijk dat de boeken een pamflet samen een spiegel zijn van de wordingsgeschiedenis van ons moderne Nederland. De historische collectie is ook een kijkje in de kraamkamer van de Tweede Kamer. Die boeken mogen we niet wegstoppen. We moeten ervoor zorgen dat de boeken beschikbaar blijven voor historisch onderzoek. We moeten de boeken ook gebruiken om het verhaal van de Kamer te vertellen, om mee te pronken. Sommige boeken zijn door de jaren heen vies geworden of verkeren in slechte staat. Die worden schoongemaakt, hersteld of gerestaureerd. Prachtig handschrift, zodat niemand het meer heeft tegenwoordig. Geeft een overzicht van een belasting, eind 17e eeuw. Niet het meest interessante onderwerp, maar wel heel belangrijk. En vooral als je realiseert dat dit de enige overgebleven exemplaren van deze staten zijn. In totaal heeft de Tweede Kamer ongeveer 800 meter aan oude boeken. Sommige staan in de handelingenkamer, andere op zolder. Ook daar zitten unieke exemplaren tussen. Dit is het groot plakkaatboek. Dit zijn de verzamelde plakkaten en ordonnantiën van de 16e, 17e en 18e eeuw. Dus eigenlijk de wetten die golden in Nederland. En dit exemplaar heeft hier voorin de naam van meneer Schoneveld. En Schoneveld is een 19e eeuwse politicus, kamerlid en bij hem thuis kwamen Thorbecke en een aantal anderen samen om de grondwet van 1848 op te stellen. Dit is historische sensatie. Uit 1796 komen deze presentielijsten van de Nationale Vergadering. Dat is een voorloper van de Tweede Kamer. Je krijgt hier een heel mooi overzicht van iedereen die aanwezig was bij eigenlijk het eerste Nederlandse parlement. Alle namen staan erbij. Per twee weken staat er dan aangegeven wie er aanwezig was. En helemaal achterin, daar staat dan ook nog een lijst met namen en woonplaatsen van de leden, zodat je kon zien waar ze hier in Den Haag verbleven. Maar de grootste vondst is toch wel dit boek. The Wealth of Nations van de 18e eeuw, Adam Smith. Wereldwijd een van de bekendste boeken uit de economie. Het begin van de liberale markteconomie. Ik was zeer verbaasd om dat hier in de collectie tegen te komen. Het zegt misschien niet direct iets over onze parlementaire geschiedenis. Maar het boek wordt wel heel vaak aangehaald in de handelingen van de 19e eeuw. Je ziet dat verschillende Kamerleden quoten Adam Smith als ze economische onderwerpen bespreken. Het is de eerste druk. Als dit boek op een veiling wordt aangeboden, dan springen vooral Engelse en Amerikaanse kopers er bovenop. Hij stond hier in de kast in een sectie met economische geschiedenis. En het boek dat ernaast lag was Das Kapital van Karl Marx. Nou, je kan er een klein huis voor kopen voor deze twee delen. Maar dat doen we niet, want hij hoort hier in de collectie. Het vertelt iets over de geschiedenis van de Kamer. Dus dat boek dat blijft hier. En laten we het verhaal vertellen dat erin zit.